Hey, en leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, een keertje wat anders dan binnen in mijn eigen huisje. Een keertje een hele mooie bosrijke omgeving. De vlog, die gaan jullie hierna zien. Daar heb ik weer een vlogje opgenomen, een buitenvlog. En op deze locatie waar ik de buitenvlog heb opgenomen, ga ik ook deze vlog even opnemen. En dat heeft alles te maken met de kermissen. Ik stop voor dit jaar met de kermissen. De kermissen is voor dit jaar in ieder geval over en uit. Er komen geen nieuwe kermisvlogs meer op mijn kanaal voor dit jaar. En of dat het volgend jaar ook nog doorgaat, dat is nog een hele grote raadsel. Waarschijnlijk wel of niet, ik weet het niet precies. Het heeft alles mee te maken met bepaalde dingen wat er momenteel weer aan de hand is. Jullie hebben de laatste kermisvlog gezien, dat was in Tilburg en de allerlaatste was in Uden. Die hebben jullie gezien. Nou, toen had ik het er ook al een klein beetje over. In Tilburg had ik het er eigenlijk een klein beetje over. Het geleur met mensen die zeggen dat ze mee willen. En dan uiteindelijk gaat er niemand mee. Iedereen die heeft het wel eens druk. Iedereen heeft wel eens dingen wat er tussendoor komt. Ja, dat degene verhinderd wordt om mee te gaan naar de kermis. Iedereen heeft daar wel eens mee te maken. Maar de laatste tijd is het gewoon een scherende inslag. Ik moet gewoon echt elke keer bijna smeken van joh, ga alsjeblieft met me mee naar de kermis. Want ik heb niemand. Wie wilde met me mee naar de kermis? Nou, de bom barstte eigenlijk een beetje 2 weken daarna. Ik werd ziek natuurlijk vlak na Uden en Tilburg. Toen werd ik ziek. En ik ben nog niet helemaal beter. Jullie weten dat ik heb ook rugpijn, dus ik zit momenteel in de ziektewet. Zit ik momenteel. En helaas. Maar in ieder geval zou ik de week daarna naar Eindhoven gaan. Nou, ik werd dus ziek. Dus een week verzet. Ramon zou meegaan. Rob zou meegaan. Nog meer mensen zouden meegaan. Weet ik voor wie er allemaal mee zou gaan. Dat doet er niet toe wie er allemaal mee ging. Maar uiteindelijk, 2 weken later, was het helemaal niks. Ik had helemaal niemand die meeging. En daarom is ook de kermis in Eindhoven dit jaar niet doorgegaan. Ik ben dit jaar niet naar de kermis in Park Hilaria in Eindhoven geweest. Puur omdat ik niemand had. Ik had dolgraag gewild. Maar als jij geen mensen hebt en ik ga niet alleen anderhalf uur heen, anderhalf uur terugrijden in mijn uppie. De sfeer is ook natuurlijk heel anders als je alleen bent. Ik heb een camera in mijn handen. Nou heb ik daar nog niet zo heel erg problemen mee. Maar ik ga geen anderhalf uur rijden en dan alleen ergens naartoe moeten rijden. En het lullige vind ik altijd van dat er een hoop beloofd wordt en niks nagekomen wordt. En dat vind ik wel heel erg treurig, vind ik dat. Daarom dus had ik elke keer als ik naar een kermis wou dat er niemand bij me meeging. Niemand ging mee. Iedereen had weer ineens weer wat anders te doen. Ja, wel een hoop beloven, maar niks nakomen. Dat is ook altijd een puntje altijd bij ons. Met pretparken heb je dat ook heel erg de laatste tijd. Beloven een heleboel mensen, beloven een hele hoop gouden horens. Maar als het dan de dag zover is, dan hebben ze ineens geen geld, geen zin, andere dingen te doen. Een vriendin erbij gekregen, weet ik voor allemaal. Onzin allemaal, gedoe allemaal. Allemaal niet erg, maar je hoeft in ieder geval, kan ik in ieder geval vertellen dat, dat was 3 keer in ieder geval, de mensen die dus elke keer mij maar proberen te pakken als ze niemand hebben, dan zijn ze allemaal als de kippen erbij om een afspraak met me te maken. En als ze een vriendinnetje krijgen of ze hebben wat anders, dan laten ze ineens niks meer horen. Nou, in ieder geval, als je wegblijft, oké, je kan wegblijven, maar dan blijf je ook gelijk voorgoed weg. Je hoeft in ieder geval niet meer terug te komen.
Klinkt misschien heel erg hard, maar ik ben geen speelbal die je oppakt als je hem nodig hebt. En ja, als je hem weer niet nodig hebt, dan gooi je die bal weer in de hoek. Ik ben geen speelgoed, ben ik, die je kan gebruiken en misbruiken voor allerlei soorten dingen en zo. Dus dat wou ik eventjes kwijt. Het was eventjes een hele mond vol eventjes, maar dat is in ieder geval de consequentie daarvan. En in ieder geval dus ook de consequentie. Na Eindhoven heb ik gezegd van ik ga dit jaar niet meer naar de kermis. Ja, of dat er volgend jaar een kermis komt, weet ik ook niet. Ik denk het niet. Ik ben een beetje klaar met de kermissen. Als het op zo'n manier moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En dan ga ik gewoon liever weer in de natuur gewoon weer video's maken. En ja, dan bekijken ze het maar allemaal. Het is een beetje jammer allemaal. Een beetje triest. Een beetje zielig, vind ik het. Maar helaas, ja, dat zijn dus de dingen helaas die er momenteel spelen. Daarom dus geen kermisvideo's meer. Dan weten jullie in ieder geval waarom. Als jullie dan een vraag stellen van joh, waarom zijn er geen kermisvideo's meer? Jullie weten in ieder geval nu dus. Ja, geen personeel of geen personeel. Geen mensen die met me mee willen. Geen personeel die met me mee wil. Dus ja, niemand die... ja, ik heb niemand momenteel om mee naar de kermis te gaan. Dat is momenteel even het gedoe allemaal in ieder geval. Dan wil ik nog even één ding wil ik nog even kwijt. Dan zou je denken van, jongens, waar is Ger gebleven? Je gaat altijd met Ger ook altijd naar de kermis. Waar is Ger gebleven? Ja, Ger die, zit momenteel even in een hele moeilijke situatie. Hij is een paar keer met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Voorlopig is hij herstellend. Hij is, zover ik nu weet, buiten levensgevaar. Maar het heb echt een hele tijd heb het heel erg slecht met Ger gegaan. En ja, het was echt kantje boord was het. Dus... ja, dat is even de situatie waarom Ger er niet is. Ger die heeft een bepaalde, ja, er is iets gebeurd of zo. En ja, met zijn gezondheid gaat het momenteel niet goed. Dus dan weten jullie dat ook in ieder geval. Of dat Ger nog terugkomt, weet ik niet. Ger is in ieder geval herstellende momenteel van ziekte. Dat is het enige wat ik daarop kan zeggen. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Ger, die kijk ik er ook niet voor op aan. Ger die is ziek, dus die kan niet mee. Nou, dat is eigenlijk ook de enige die ik er niet voor aankijk, dat hij niet mee kan. Ger kan er niks aan doen. Maar de andere jongens, ja, aardig triest dat je zo met vrienden omgaat. Want ja, zo is het tegenwoordig. Hè? Als je een vriendinnetje hebt, dan kan je iedereen maar laten stikken en kunnen mensen doodvallen. En als, je ze dan, als het dan weer uit is, dan kan je weer heel erg snel bij die mensen kun je weer terug. Hè? Maar bij mij in ieder geval niet. Bij mij werkt dat in ieder geval werkt dat niet zo. Eens weg is altijd weg voor mij. En ik ben er een beetje klaar mee. Elke keer maar proberen mij als een... ja, als een tussendoortje te gebruiken als je niemand anders hebt als vriend zijnde, niemand anders nodig hebt, dan ben ik weer goed genoeg, dan kan ik weer opkomen draven. Nee, zo zet het niet in elkaar, zo werkt het in ieder geval niet. Dus bij deze eventjes deze vlog eventjes een heleboel dingen eventjes, maar ik wou dat toch eventjes gezegd hebben. Ja, want anders dan denken jullie jongens, waarom is er nou geen vlog meer en waarom gebeurt er nou helemaal niks meer op het kanaal? Nou, dat heb je dus aan die mensen te danken. Mensen die mijn kanaal groot gemaakt hebben, hebben mijn kanaal ook weer een klein beetje afgebroken. Maar we zijn strijdlustig en we blijven gewoon doorgaan met video's maken. Dus nooit moet ik alleen video's maken. Alleen, ik ga er niet anderhalf uur voor rijden. Dus ik zal niet naar kermissen gaan of zo meer. Ik heb nog wel één idee, heb ik nog binnenkort. Dan ga ik nog niet vertellen natuurlijk wat het is, want dan weten jullie gelijk wat het is. Maar ik wil nog eens een keer ergens naartoe, naar een verlaten locatie. Dat lijkt me wel heel erg leuk om daar een keer naartoe te gaan. Daar wil ik nog even een keer heen. Dat is ook wel een keer leuk om dat een keer te filmen en om daar een keer een verhaaltje over te vertellen. Ik weet daar ja, best wel veel van af, dus dat is best wel leuk is dat. Is best wel grappig is dat een keertje om dat een keer op te nemen. En voor de rest, ja, momenteel eventjes
praatvideo's, lulvideo's, natuurfilms weer in de bossen lekker wandelen. En gamevideo's wil ik nog gewoon doen. En misschien ook weer, ja, ik wil toch wel weer gaan livestreamen. Dat is toch wel weer leuk. Ik mis GTA 5 mis ik toch wel heel erg. Maar ja, dan heb je weer met dezelfde mensen te maken. En of dat die daar zin in en tijd in hebben. Of in ieder geval tijd in mij steken. Want zo is het eigenlijk. Dat weet ik niet. Dus in ieder geval bedank jullie voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En dit was even de video. Zo zit het dus helaas in elkaar. Anno 2023. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog. En die vlog, dat is dus Hero in... Ik ga het niet vertellen. Jongens, hoi hoi.